Hoi, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer aan de slag met een mooi paars arrangement. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren is helemaal gratis, dan mis je niks van alle leuke video's die ik maak. En wil je wat bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of eventueel de losse materiaal, dat kan vanaf nu ook. Ga dan naar www.ulnijbloemist.nl of vind het dus hieronder in het linkje. Goed, dan gaan we nu gauw aan de slag. Vandaag gaan we geen moeilijk bloemstuk maken, maar wel een heel apart en leuk bloemstuk. Namelijk een bloementaart, ook veel aangevraagd. En vandaag gaan we hem op een iets speciale manier maken. Ik heb hier namelijk een taart van Zwarte Oase. Dus tegenwoordig maken ze heel veel soorten en maten. En het leuke hieraan is dat je eigenlijk de zijkanten en de oase niet helemaal hoeft weg te werken. Omdat je het best mag zien en helemaal op de manier zoals we hem vandaag gaan opmaken. Omdat het wat stoerder en industrieel is. Ik heb er straks ook een heel leuk frame bij. Wat het nog net even iets aparter maakt. Dus dan kunnen we daar ook mee aan de slag. Het waait heel hard buiten. Dus het kan zijn dat jullie soms de wind wat meer horen. Maar het is gewoon niet zo heel mooi weer. Allereerst gaan we in het midden een mooi Chilantia plantje plaatsen. We gaan echt werken met hoogte en diepte in het stuk. Wat het dan heel weer speciaal maakt. Ik heb ook hele leuke vetplantjes die we erin gaan verwerken. Dus ik zal zeggen, laten we gauw beginnen. Ik haal jullie even iets dichterbij en dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Allereerst gaan we het Chilantia plantje bevestigen. Ik doe eventjes een stokje onderin. En dit is ons middelpunt. En zo doe ik dit ook met de vetplantjes en die zet ik eromheen. Dit geeft natuurlijk gelijk al een aparte effect aan de taart. Dan heb ik wat mooi bolmos en dat breek ik gewoon in stukjes. En ik haal altijd de onderkant er een beetje vanaf, zodat hij niet zo dik is. En ook dit zet ik even vast met een krammetje. Het geeft ook straks gelijk rust in het stuk. Ik laat dus de zijkant van de oase vrij, want het zwarte vind ik juist wel heel mooi. En straks helemaal op het frame waar ik hem op zet. Dan gaan we met scabiosa bolletjes hoogte maken. We gaan dus echt met hoogte en diepte werken. Deze verdeel ik in het stuk en laat ik dus lang. Het begint al een beetje op een tuintje te lijken, door die hoogte en diepte. Dit doe ik ook met wat blad. Die verwerk ik net even iets korter. Je kan eventueel de kortere stukjes, als je die nog hebt en niet helemaal gebruikt, kan je die er nog bij tussen stoppen. Knip dan net boven het blaadje af. Dan kan je zowel deze kant als deze kant gebruiken. Dan heb ik mooie ornithogalum, zuidenwindlelie. En die verwerk ik natuurlijk ook gewoon lang. En hoe apart lijkt dit nu al zo? Heel erg gaaf. Dan heb ik mooie lisianthus en die stop ik qua kleuren net weer tussen.
En ik verdeel de tak gewoon net afhankelijk van hoeveel steeltjes de Lysianthus heeft. En doordat de oase zo mooi zwart is, kan je het best wel luchtig houden. Hè? Door het niet helemaal vol te stoppen. Ik gebruik ook witte Lysianthus. Zo op deze manier maak je het heel speels en luchtig. En maak je een heel apart bloemstuk. Super mooi. Dan heb ik nog limoniën. Ook deze verwerk ik. Maar ik gebruik wel echt de zijtakjes. En die stop ik er ook luchtig tussen. Ik werk hierbij dus niet te propperig. Dus heb je wat bloemen over. Betekent niet dat echt alles erin moet. Mag wel natuurlijk, wat je zelf het mooist vindt. Dan voeg ik onderin nog wat disteltjes toe. Je kan hier ook wat lengte in houden. Wat je zelf leuk vindt en wat het mooiste in jouw stuk past. Je zult zien dat alle stukjes hierin anders worden. En je zou er eventueel nog wat kwatto-ijs aan toevoegen. Wat ook heel leuk is, is om bijvoorbeeld een scabiosa bolletje te pakken. En dan het eitje naar boven te doen. En dan eventjes een drupje lijm eronder. En om dan erbovenin te doen. Maar hier kan je echt mee spelen. En je kan ook gewoon de kwatto-eitjes ertussen leggen. Zo kan je ze na de Pasen er eventueel weer uithalen. En heb je lang plezier van jouw stuk. Dus daarin kan je dan zelf spelen wat je dan leuk vindt. En ik vind het dus juist heel erg leuk om het stuk luchtig te houden. En het oase dus aan de zijkant zichtbaar te houden. Er zit ook al een mooie onderschaal onder, dus dat is ideaal. Zo lekt het geen water, dus je kan hem eventueel ook zo op tafel zetten als je dat wil. Of op een schaal of op een houten schaal, wat je daar zelf in mooi vindt. Dus ja, dat kun je gewoon zelf bepalen wat er bij jou past. Nou, zoals je al ziet is het zo echt al heel mooi en heel apart door de manier van productgebruik. Vooral het Thilantia plantje, de vetplantjes en de combinatie van kleur is gewoon heel erg mooi. Maar zeg je van, ik wil hem nog iets extra geven, kan je hem op een... schaal zetten, dus het industriële frame. En dan haal je hem net even van de lucht af en ja, maak je hem wat mij betreft helemaal af. Maar je kan hem dus eigenlijk op elk gewenst ondergrond zetten als je wil. Want er zit al een plastic legschaal onder, dus ideaal. En heel erg leuk dat de oase op deze manier te gebruiken is, omdat het zwart van kleur is. Goed, dan was dit de video van vandaag. Ik vind hem echt heel erg gaaf. Ik hoop jullie ook. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of alleen de losse materialen. Wees er snel bij, want op is op. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Het abonneren is helemaal gratis. Dan mis je niks van alle leuke video's die ik maak. En wil je wat speciaals zien? Laat het hieronder weten. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!